is vandaag zaterdag volgens mij. En ik ben hier samen met Blondie. Ik heb Blondie net gewassen, want we gaan morgen filmen bij Jordi. Blondie heeft nu de staartzak om van Bukas voor de allereerste keer. En ze moet er nog even aan wennen. Ze ging net ook de hele tijd rollen en aan haar staart schuren van wat is dit? Want ze was helemaal vies, dus ik heb haar even lekker gewassen. Is nu weer schone maatjes en daar is de staartzak. Hoi moeders, wat ga jij vandaag doen? Ik ga rijden op mijn paard. Nou, dus heel veel plezier. Plezier. Wat probeer je? Ze slaat zichzelf er ook mee. Ik hou in ieder geval in de gaten dat ze niks verkeerds doet. Het is vandaag zondag en vandaag zouden we naar Jordi Wilke gaan om daar te gaan crossen. Nou, ik zou daar gaan crossen en daar een crossles krijgen. Dit zou ook een onderdeel zijn van de serie van Horse & Country. Maar dat is helaas niet doorgegaan omdat het vandaag slecht weer zou worden en zou gaan onweren. Hier is op dit moment geen onweer, maar het zou natuurlijk in Utrecht zijn en ik heb geen idee hoe het daar op dit moment is. Nu staan de paarden in de molen en ik ga de hapjes geven samen met de supplementen. Ik ga de hapjes nu geven en dat zijn de supplementen van Vitastel. En ik denk dat ik jullie even het hapje van Vrona ga uitleggen. Want Vrona heeft het best wel veel dat ze krijgt. En ja, ik denk dat het gewoon leuk is om dat een keer uit te leggen. Zo, ik heb alle paarden hier hun oorbelans en slobbers gegeven. Ik ga nu 18 plus samen met het oorbalans van Vrona pakken. Want Vrona vindt het heel lastig om dik te blijven. En daarom geven we haar wat extra voeding. Het is vandaag woensdag en ik ben hier samen met Blondie. Blondie is aan het slapen in mijn armen. En ik heb vandaag les samen met Blondie. Ik heb vandaag weer school gehad. Ik had een biologieproefwerk. Het ging volgens mij wel goed. Ik ben benieuwd naar mijn cijfer. Maar ik ga dan nog even verder met Blondie knuffelen. Ga ik je even poetsen. Je hebt wel nog hele mooie witte... Oké, laat maar. Je hebt op sommige stukken nog mooie witte manen. Op sommige wat minder. Je staart ook wat minder, maar... Blijf rijden. Blijf rijden. Goed zo. Goed zo. Daar. En blijf voelen dat het achterbeen komt, hè. Als je opvangen je zit, of als je toerijden, misschien wel een keer... Ja, als je maar wel aan rechts gaat, dan is het... Even de hand veranderen, even de andere kant. Zo. Kijk maar of je wat hebt om naartoe te rijden. Goed, zo. Dat moet je ook wel weer opvangen in je zit, maar steeds weer voelen. Kan dat achterbeen naar voren? Kan dat achterbeen naar voren? Ja, en hou je gelijke verbinding, hè? Dat je al met je benen en je ringvinger een keer kan knijpen voordat ze omhoog is gekomen. Ja, goed, goed. Heel snel zijn. Goed zo. En wel ontspannen, maar niet loslaten. En weer voelen. Zit er weer een pasje verruimen bij. Zo, met die constante verbinding hetzelfde. Met die constante verbinding hetzelfde. Goed, en weer van hand veranderen. Hou die verbinding gelijk aan twee teugels. Zo, ja. Ja, goed zo. En dan pak je een paar keer zo'n beetje zo'n half schuin lijntje mee. Zo net een beetje na de A naar de B. En dan kijk je als je daarop... recht kan rijden, dat je een pasje kan wijken of dat je een pasje kan schakelen. Zo, maar denk met het achterbeen naar voren. Denk aan het achterbeen naar voren. Goed zo, ja. Hou wel ook rechts erbij. Hou rechts erbij. Oké, Tess, weet je nog vorige keer van die grote T-mok? Van de? Die grote T-mok, weet je die ik je toen in je hand had gegeven? Ja. Oké. Wat is nou jouw lievelingsdrinken? Fristie. Fristie, oké. Bedenk jezelf... dat je twee van die... Dat is wel leuk, Fristie. Dat je twee van die mokken hebt... bijna helemaal vol met Fristie. Ja. Kijk dan eens naar je handen. Hoe zou je je handen moeten houden... dat je daar die mokken hebt... zonder dat die Fristie eruit valt? Kijk maar naar je handen. Heel recht. Zou je? Heel recht. Ja, probeer het nou eens. En ik hoorde gisteren ook van iemand een leuke... die zei je moet denken... dat je een vest aan hebt met zakken hier. Alsof je je ellebogen in die zakken wil doen. Snap je wat ik dan bedoel? Ja, dat je meer... Ja, dat je ellebogen een beetje bij die rits wil houden. Ja. Probeer dat eens te voelen. Zo, ja, ja, ja. Oh, wel met twee benen. En probeer af en toe onderweg even naar je handen te kijken. Dat je denkt,
Zit mijn fristie nu nog erin? Zo ja, vanuit je kuiten druk je de achterbenen weer naar voren. Daar. Heel goed. En ook even bedenken, even voelen. Al doe je het met je ogen dicht, dat je denkt, oh ja, heb ik in allebei de handen evenveel fristie? Dat is soms best goed, hè? Dat je even stapt, dat je denkt, oké, ik kan nergens tegenaan rijden. Ik ga gewoon even zitten, ik doe even mijn ogen dicht en ik voel even. Heb ik evenveel druk? Heb ik net zoveel druk tegen mijn linkerkuit als tegen mijn rechterkuit? Dus het kan ook wel eens zijn dat jouw paard bijvoorbeeld tegen je linkerkuit hangt, maar dat je tegen je rechterkuit helemaal geen buik voelt. Dat je ook gewoon zelf eens voelt en even denkt, oké, zit ik op 2 zitbeenknobbels? Is mijn rug lekker los? Maar voel ik ook dat die paardenrug zo beweegt dat hij mij meeneemt. Beweegt die paardenrug niet zoveel, dan zal die waarschijnlijk zijn achterbenen minder ver naar voren zetten. Ja. Ik ben wel bang dat ik ergens tegenaan rijd. Nee, dat gebeurt niet. Je zit nog steeds op de volte bij de A. Ik wil daar weer de C zeggen, maar dat is de andere kant. Goed, zo, daar. Oké, nu komt de volgende visualisatie. Nu bedenk je jezelf in dat je in de supermarkt loopt met een winkelwagentje. Ja. Maar jij hebt in je handen nog steeds die mokken met fristie. Ja. Dus jij doet met die fristie mokken, doe jij je winkelwagenkarretje vooruit duwen. Ja. Probeer daar eens aan te denken. Kijk, natuurlijk mag je teugel niet loskomen hangen en bladibladibla. Dus op de momenten dat jij voelt dat het goed is, denk je meteen weer, oh ja, 2 mokken fristie. En mijn winkelwagentje vooruit duwen. En voel je dat hier de achterbenen doorkomen, wel of niet? Ja. Doet hij lekker naar voren stappen? Meer met de voorbenen. Nu ja, meer met de achterbenen. Dus met jouw kuiten mag je vragen dat hij iets meer het achterbeen naar voren. Ze mag een beetje meer schrijden, zo noemen ze dat dan. Dus kijk eens, ze mag een beetje meer zo een pas maken. Ja. Ze doet nu een beetje zo. Maar we willen natuurlijk juist dat hij de hele rug steeds oprekt. Zo, ja. En het goed zo. Ja, en als je dan een beetje, als je voelt dat hij aan wil draven, ga je een klein beetje wijken voor je kuit. En dan niet te veel voor je onderbenen, maar voor je kuit. Ja, en kun je hier weer dat neusje wat meer naar voren duwen? Want voel en zie je nu dat ze zichzelf een beetje opkrult? Ja. Dat doet ze omdat ze dus liever een beetje rond wordt in plaats van dat ze de rug oprekt. Dus dan moet je zeggen, hey vriendin, niet je hals opkrullen. Maar die achterbenen naar voren. Dus meer naar je hand toe. Dus je moet achter een beetje meer impuls maken. Dus een beetje achter meer energie opwekken. En als het goed is, als zij met die achterbenen meer gaat stappen, zal ze die neus ook meer naar voren brengen. Goed zo. En onderweg weer even aan je fristie denken. Zo, ja. Oké. Goed. Om je rechterkuit. Om je rechterkuit. Zo, ja. Heel goed. Oké. Draaf je zomaar uit aan. Om je rechterkuit houden. Goed, ja. En meteen die energie gebruiken. Misschien je teugel ietsje korter. En dan niet omdat die korter in de hals moet, maar dat jij je hand daar wat meer naar voren kan brengen. Dat jij dus nog steeds die fristie kan hebben. Ja, druk maar een beetje naar... Ja! Dus je wil niet zozeer dat die voorbenen harder gaan. Maar je wil het liefst door een beetje sneller licht te rijden met je kuit dat het achterbeen een beetje naar voren komt. Dus dat hij weer die rug bol maakt. Ja, ja. Kom maar. Kom maar. Ja, en vang het weer op. En voel dat ze om je rechterkuit heen is, hè. Denk weer even aan je fristie. Goed zo. Dit is heel mooi. Hup, om je rechterbeen. Ja, en weer een beetje naar voren. Goed. Ja, en als je dan omhoog komt, dan ga jij weer stil zitten eigenlijk als beloning. Zo, knikt hij weer weg of komt hij omhoog? Druk je weer die achterbeen een beetje aan. Los zitten om je rechterbeen. En weer die achterbenen naar voren. Achterbenen naar voren. Om je rechterbeen. 2 teugels gelijke verbinding maken. Om je rechterbeen. Zo. En dan rij je zo weer terug naar de draf. Op je zit. Op je zit. Denk aan je fristie. Misschien zelfs een beetje met je stem. Maar hou je kuit erbij. Dat je meteen voelt dat je in de draf die achterbenen ook verruimd kan laten draven. Goed. Denk aan je fristie. Zo, ja. Denk aan fristie, zo. Maak je lang. En misschien een klein beetje je buitenbeen lang maken. Maak jezelf lang, gebruik je stem. Nee. Niet verstijven, denk aan je fristie. Zo, ja.
Goed, zo maak je lang. Steeds losser zitten. Losser zitten, maak je lang. Gebruik je stem. Oh, ja, en weer die achterbenen. Goed, zonder dat het gehaast wordt. Kan die dame doen? Nee, ja, gaat goed hè, snot. Oh. Niet schrikken. Oh, braaf. Ze denkt, wat doe je? Ja, dat heb ik. Dat je moet een aanloop nemen. Oh, god. Het arme beest. Je kan het toch? Ja, moet me nou lukken ook. Blondie, pas op. Neem gewoon een langere aanloop. Ja, 1, 2. Precies. Nee, hoopvol dit. Oké. Okay. Ja, sorry Blondie. Ik ben klaar met rijden en dan doen we de deken, doen we de koelerdeken van Bukassel. Ik denk dat je die van Verona hebt. Nee, je de verkeerde meegenomen hebt. Hang hem eens recht, dat scheelt ook wel iets. Nee, dat is echt Verona haar deken volgens mij. Ik denk het ook. Hebben die andere? Nou, nee. Nee, het is Verona haar deken. Ik ben klaar met rijden en doe dan de koelerdeken van Bukassel. Heeft Blondie net een nieuwe deken? Loop maar mee. Blondie, ik vind dit niet leuk. Het is ook gaas, dus ik weet niet of het er doorheen gaat. Zullen we eens kijken? Ben je nog natter? Vieze pony, ik vind dit niet kunnen. Jij deugt niet. Het is vandaag donderdag. Yay! Blondie en ik hebben vandaag springles. Moeders gaat op Verona rijden. En ik ga nu alvast poetsen. En ze heeft haar oortjes in, dus ik kan wel schreeuwen tegen haar van mama. Maar dat hoort ze niet. Dus ja, dat. Wat ik met jullie delen. Niet meedelen, want dat mag ik niet meer zeggen. Dus delen. Ik ga Blondie poetsen. Misschien zien jullie soms mijn moeder ook nog op de achtergrond Verona poetsen. Want ik ga Blondie even mooi maken. En hopelijk dat ik er kan poetsen in plaats van alleen knuffelen. Dus het gaat hopelijk goed komen. Goed zo. Ontspannen en belonen. Dag hoor. Hey, voelde je die? De zucht. Een zucht. Daar worden we blij van. Dat je dus eigenlijk zegt, oké, dan. Oké, draaf er rustig overheen. En dan doe je dit ook nog een keertje op de andere kant. Dan mag je van mij aan het einde rechtsaf gaan. Ja. Snel zijn, snel zijn, snel zijn. Goed zo. Heel goed. En dan doe je lekker stappen. Doe je gewoon over allebei heen stappen. Doe je even lekker een rondje. Ja, daar krijg je spierpijn van, mevrouw. Doe je even lekker een rondje stappen. Doen we dadelijk precies hetzelfde met die grijze en die rood en blauwe. Goed. Zo, snel zonder dat je hangt. Hè. Zo, probeer te voorkomen dat je hangt. Zo, ja. Zij moet eigenlijk, jij landt, jij gaat zitten. En dan moet je eigenlijk aan jou zitten voelen. Oké, we moeten nu stoppen. Omdat je dan dus vervolgens, als je dadelijk een keer op concours bent... En je rijdt in een lijn waarin je voelt dat je te hard inkomt. Dat jij kan gaan zitten en dat zij voelt, oh, we moeten een beetje wachten. Dat we dat dus niet te veel met onze handen hoeven te doen. Maar dat jij dus kan landen en kan zeggen, oh. Dat zij denkt, oh, dat ken ik. Want dat hebben we toen 100 keer achter elkaar geoefend. Zitten, terugkomen. Ja? Draaf je door. Goed zo. Even belonen. Je gaat nu voelen wat er gebeurt. Als jij landt en zij blijft daar heel mooi rustig galopperen, dan galopeer je door. Als je voelt ze landt en ze dramt een beetje door, dan laat je ze halt houden.
En anders laat je ze naast die, na die rood en blauwe halt houden. Oh, dat is wel heel hard. Twee teugels. Twee teugels. Zo, ja. Mooi recht houden. Goed. Goed zo. Kuit erbij. Goed. En hoog. Goed. Dit is heel goed, hè? Hoeveel galopsprongen? Wat zei je? Hoeveel galopsprongen? Niet geteld. Nee. Nog een keer. Ik ook niet, maar dat gaan we Tess niet vertellen. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Goed. Zeven. Hoeveel? Zeven. Oké, dan mag je nog een keer. Klaar. Makkelijk zitten, hand zacht. Goed. Acht? Ja, voor het vorige keer had je ook acht. Even stappen. Even een stap van hand veranderen. Probeer goed te voelen, Tess. Als je nou voelt dat zij na zo'n sprong een beetje zo hard blijft met die hals, mag je ze van mij daar ook best een keer halt laten houden. In de zin van hard met de hals? Dat ze dan daar, zeg maar, een beetje zo gaat trekken eraan. Ja. Niet hard, maar gewoon dat je daar een keer tegen ze zegt, even wachten, ook hier moet je ontspannen. Ja. Het is natuurlijk niet dat we een soort willen dat hij constant stilstaat, maar wel dat als je een keer gaat zitten en rent, dat hij weet dat hij moet wachten. Dat hij dan niet zo door blijft denderen. Kijk, en een ander zou zeggen, joh, je moet er een sterker bit in gooien, maar we kunnen het hem ook gewoon leren. Ja. En het beste leren we een paard iets door het gewoon te blijven herhalen, te consequent te blijven. Het hem eigenlijk te leren dat hij overal waar hij een beetje drammerig wordt, dat ze hem een keertje halt laten houden. Want een paard is uiteindelijk een gewoontedier. Dus als wij er een gewoonte van maken dat hij eigenlijk nergens zichzelf hard mag maken of sterk mag maken, dan kunnen we het hem dat een klein beetje afleren. Goed, makkelijk zitten. Zacht met je hand. Ja, gewoon zachtjes aanvullen. Goed. En los. Heel goed. Dus iedere keer ook als je naar het halt rijdt, denk je bij jezelf, deed ik dit op mijn hand of zoveel mogelijk op mijn zit? Uiteindelijk wil je het je leren dat het op je zit gaat. Goed zo, draaf je rustig door. Oeh, vanaf de andere kant is die wel heel eng. Goed zo. Heel goed. Had je geteld? Acht. Nog een keertje. Nu zijn we bijna iets te veel terug. Ja. Dus we willen niet zozeer dat hij kleiner gaat galopperen. Maar ze mag wel zo mooi groot blijven galopperen. Alleen voor jou constant het gevoel dat je terug kunt. Goed zo. Heel goed. Doe hem nog één keertje. En probeer op te letten dat je ze net niet met de neus naar links houdt. Net dat neusje recht te houden. Heel goed. Super. Heel goed. Oké, even lekker stappen. Heel goed. Hand mooi toe. Goed zo. En na de sprong voelen, als ik ga zitten, komt hij dan mooi terug. Ja, nu opletten dat je niet hard gaat rijden, hè? Je doet het goed, maar misschien iets minder gas. Hand mooi toe en been. Goed zo. Mooi door de hoek. Meteen kijken naar je volgende sprong. Zo, ja. Hoeveel waren dat er?
6. Hé, hey, dat is lekker. En goed zo. Goed zo. Hartstikke goed gereden. Lekker gereden zo. Zie je? En dan zonder dat je... Of had jij het gevoel dat je heel hard ging? Rij je zo ineens 2 galopsprongen minder. Eigenlijk alleen maar omdat we dus haar iets meer ruimte geven. Klein beetje benen bij. En dat we zeggen, galoppeer maar meer. Dan zijn we ineens 2 galopsprongen. Zijn we eigenlijk naar voren. Zonder dat we hem echt kaart hebben opgejaagd. Het was eigenlijk meer een dressuurgalop en een springgalop. Ja. Maar zelfs in een dressuurproef moet ik dus ook verzameld een keer uitgestrekte galop, maar ook in 3 passen weer terug. Of een keer naar een wissel moet ik eerst een beetje gas geven en daaruit moet die wissel komen. Zonder dat ik hem opjaag. Dus zowel dressuur als springen moet je altijd de toegang hebben tussen het liefst nog 2 versnellingen extra, maar ook 2 versnellingen minder. Dat je dus altijd in het midden gaat zitten. Je zit op versnelling 5, toch? Nee, versnelling 3. Dus je hebt achter je zit versnelling 2 en 1. Maar voor je heb je ook versnelling 4 en 5. En misschien zelfs wel een keertje 6. Goed zo. Want daarom hebben we natuurlijk ook middenstap, uitgestrekte stap, middendraf, uitgestrekte draf, verzamelde stap, halt houden. Goed zo. Dus je zeg je arbeidsgangen zijn versnelling 3, je middengang is versnelling 4 en je uitgestrekte gang is versnelling 5. En dan heb je onder je heb je ook nog verzamelde, gesloten stap, verzamelde stap en 0 is halt houden. Goed zo, hartstikke goed. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. En volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doei!